Als Nico Belo een middagje gaat vissen bij de lek, ziet hij opeens iets vreemds drijven. Nou, ik zag hem eerst dat hij een soort schuin afgesneden was. Ik dacht, nou, dat is door een schroef van het schip geraakt. Zo, maar toen draaide ik hem om. Maar toen zag ik echt, ja, een schuine bekopening met een hele vreemde puntjes erin. Ik denk, nou, dat is weer wat bijzonders. Als visliefhebber kan hij het niet laten om zijn vondst mee naar huis te nemen. Maar het begint zo te stinken dat hij hem in de koelkast moet leggen. Ja, hier moet hij inleggen. Kijk, hier is in deze emmer. Zijn vrouw is daar minder blij mee. Nee, dat ze vond het hier al kantje boord. Na wat onderzoek op internet blijkt het te gaan om de zeeprik. En ook al is hij dood, het beest ziet er niet heel vriendelijk uit. En dan met name die bek, die puntjes of die kegeltjes die erin zitten. En dan achter in de bek nog een soort mond of wat dan ook. Waar die wat mee doet, dat ja, zeg het eens. Die bek gebruikt het beest voor nogal een nare gewoonte. De zeeprik houdt zich in leven door zich vast te zuigen aan een andere vis. Voor de kinderen is het een eng idee dat dit gewoon in het water van hun strandje zwemt. Kijk. Kijk net wat die tanden is. Nou hè? De zeeprik hoort niet thuis in Nederland. Maar inmiddels is dit al het derde exemplaar dat in ons land is gevonden. Vorig jaar één in Friesland, eerder dit jaar in Limburg en nu dus in Lopikkerkapel. De vis is waarschijnlijk vanuit de Noordzee hier naartoe gezwommen om eitjes te leggen. Nico heeft wel een idee waarom het beest hier nu vaker komt. En toch het idee dat het water toch wat schoner begint te worden. En dan is dit wel een hele leuke opsteker, denk ik. Dat zal vast niet voor iedereen gelden, maar Nico vindt het een prachtig beest. Ik wil hem nog een paar dagen bewaren en dan mocht er een liefhebber komen die erin geïnteresseerd is om hem eventueel te onderzoeken. Ik kan die map komen halen en anders dan ruim ik hem op, want de lucht die wordt steeds sterker. En voordat we een of andere ziekte op ons halen, lijkt het me niet verstandig om hem te lang te bewaren.